Goedenavond, Alan. Vanochtend hadden wij een EBT, een landelijk beleidteams bijeenkomst, waarin wij toen was het nog een systeem die nog in vorming was voor eventuele een storm in de wording. Meteen na mijn persconferentie van vanochtend is het opgegaan, is het omgeslagen naar een categorie van een tropische storm. En vanmiddag rond 6 uur kregen we ook KNMI-bericht met wat meer details over deze tropical storm die de naam Matthew draagt. Nu, het tweede bericht van KNMI vanmiddag, die geeft ons een, bewegen we ons van een nieuwe, naar een nieuwe fase. We gaan van de informatiefase van wees alert naar een watchfase van bereid u zelf voor in de komst van een tropische storm. De tropische storm Mitch die beweegt zich in de westelijke richting in het Caribisch gebied, zuidelijk Caribisch gebied, met een snelheid van 31 km per uur. En wij verwachten de storm Mitch morgenavond, donderdag, storm Matthew morgenavond tussen 6 uur en 12 uur 's avonds ten noorden van Bonaire. We hebben een breder spectrum van tijd gekregen omdat het nog een voorspelling is. En naarmate tijd vordert kunnen deze stormen van alle richting of snelheden veranderen, waardoor men niet exact nu kan pinnen hoe snel en wanneer het op een bepaald moment van de avond kan zijn. Gedurende deze periode van voorbijtrekken van orkaan van de tropische storm Matthew hebben wij te maken met rukwinden van meer dan 75 km per uur en gepaardgaande met heel veel regenval en onweersbuien. Tropische storm Matthew trekt verder in het westelijke richting. En wat ook meegegeven is dat doordat Matthew een grote storm is aan het einde, en dat hebben we het over vrijdag dan in de namiddag, dat we nog te maken kunnen krijgen met zuidwestenwinden en nog wat ze noemen het staart van de storm die dan nog langs zal komen. Maar voor meer exacte tijd en aangifte van hoe laat het aankomt, dan moeten we later in onze volgende persconferentie aangeven. Verder hebben wij vanmiddag ook, zoals ik al zei, een EBT-bijeenkomst gehad. En daar hebben we ook enige beslissingen, besluiten genomen. En een hele belangrijke daarvan is dat morgen scholen gewoon open zijn. En vrijdag adviseren we schoolbesturen om scholen te sluiten of geen school, geen lessen te geven. En dan wil ik aangeven dat dit een verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen zelf, maar OLB en de calamiteitenteam, de EWT, die adviseert de scholen, schoolbesturen om die dag geen scholen te hebben. Natuurlijk adviseren we en hopen we op medewerking van werkgevers om aan ouders zover het kan vrij te geven om met hun kinderen thuis te kunnen zijn op vrijdag wanneer er geen school is. Ik zou graag een beroep willen doen op de Bonaireaanse gemeenschap om vanaf donderdagavond 6 uur binnen te blijven en indien niet nodig, niet uit huis op straat te gaan gedurende de periode dat tropische storm Matthew voorbij gaat. Zoals ik eerder zei vanochtend is onze haven vanaf morgen gesloten, de zeehaven. Mensen die gebruik maken van onze maritiem park en speciaal mensen met kleine boten en vissersboten, zou ik graag een beroep op willen doen om zo snel mogelijk bescherming te zoeken in een jachthaven of deze boten uit het water te halen.
Onze luchthaven blijft open zolang het veilig en mogelijk is om te landen en stijgen op de airstrip van Bonaire. Verder zullen wij maatregelen en voorzorgsmaatregelen van wat hoort bij een Tropical Storm Watch plaatsen op onze Facebookpagina en website van de OLB. En daarnaast hebben we ook een aantal folders vandaag verspreid bij de verschillende supermarkets op Bonaire, waar iedereen deze tips kunnen nagaan. Dat is alles wat ik te melden heb. En ik kan ook meegeven, ik wil nogmaals een beroep doen op onze gemeenschap om zoveel mogelijk gedurende de periode dat de storm voorbij gaat rustig te blijven, binnen te blijven. En indien een noodgeval is, graag dit melden aan de noodnummers die morgen bekend zullen worden gemaakt. En daarnaast ook help uw naasten waar nodig en wees zelfredzaam zover het kan. Ik moet ook aangeven dat ik benaderd ben door de minister-president van Aruba met de sterkte wensen voor het Bonaireaanse gemeenschap, namens de Arubaanse gemeenschap. Onze broeders uit Aruba die wensen ons heel veel sterkte en dit heb ik ook terug gewenst aan hun, aangezien alle eilanden van de ABC-eilanden mogelijk getroffen zal worden door de tropische storm Matthew. En wij moeten dit samen als één ABC-eiland, samen moeten we dit natuurlijk kunnen doorstaan. En dat is tot wat ik te melden heb vandaag. Morgenmiddag 12:30 hebben we weer nog een eilandelijk beleidsteam. En daarna zullen we komen met nog extra berichten, dat indien nodig.